Oh, luidjes, hoe gaat het ermee? Ik ben op vakantie met familie. Mijn vader is onlangs 60 jaar geworden, dus die dacht dat is weer een reden voor een vakantie met z'n allen. Dus die heeft ons meegenomen op een cruise. Dat is mijn tweede cruise in mijn leven en bevalt me goed. Dus in dit filmpje geef ik je een kleine impressie van de boot. Cruisen, dat moet je gewoon een keer mee hebben gemaakt. Als je dat eenmaal hebt meegemaakt, ben je verpest. Daarna wil je namelijk niks anders meer. De cruise line maatschappij waar ik nu mee ga is MSC. En de vorige cruise heb ik gedaan met Norwegian. Klein ding wat ik je al kan vertellen over cruises, zeg maar, is dat het is net als met vliegen, zeg maar, dat je hebt verschillende maatschappijen, maar ze gebruiken allemaal wel. Sommigen gebruiken dezelfde modellen boot. Dus het kan zijn dat de indeling op hetzelfde is. Dus de bar zit op hetzelfde plek, de bar heet hetzelfde of heet misschien anders. Het casino zit op hetzelfde plek. Dus in deze video geef ik je gewoon een kleine rondleiding. En die rondleiding beginnen we gewoon bij mijn slaapkamer. Ik zat op een binnendek. Ik had een binnenkamer, dus dat betekent zonder raam. Mijn andere reisgenoten, mijn ouders en mijn broer, zeg maar, die hadden ook een kamer. Alleen zaten zij aan de andere kant van het schip. Ik had een oneven nummer, 12019, en zij 12022. Ik dacht, laten we beginnen bij het begin. Hier kom je het schip binnen en dan heb je hier de receptie. Het is heel leuk, die piano daar. En eigenlijk is het heel gezellig. Er is heel vaak muziek. Soms staan er twee mensen met een gitaar. En meestal zit er iemand achter de piano. Ziet, prachtig. Prachtig mooi afgewerkt. En dan is dit het allerbelangrijkste als je op een cruise gaat, is de hygiëne. Je moet je voorstellen, je zit eigenlijk met 4000 man op een eiland, dus dan is de hygiëne heel erg belangrijk. Eigenlijk bij elk restaurant op het schip staat wel zo'n ding. En het is heel belangrijk dat als je er een ziet, dat je gewoon even heel snel je handen wast. Zeg maar, nou, er zijn meerdere restaurants. Ik film er hier een aantal. Dit is een van de restaurants die inclusief was. Dus hier mocht je gewoon eten. Zeg maar, er waren twee shifts. Zeg maar, 's morgens kon je hier ontbijten, volgens mij. En 's avonds kon je hier in twee seatings, zeg maar, kon hier gegeten worden. En wij zaten bij dit restaurant Villa Verde. Het ging een beetje snel. We hadden, zeg maar, een tafel en dat stond op ons pasje. Waar we zaten, dat hebben ze allemaal uitgedacht. En dan had je nog La Piazzetta. Daar had je dit soort hapjes. Het was naast het casino, zeg maar, en eigenlijk de hele dag door kon je deze hapjes krijgen. Iedereen kon deze hapjes krijgen. Er werd daar ook van alles verkocht. Je moet het eigenlijk vergelijken met een vliegveld. Zeg maar, er kon van alles verkocht worden op die boot. En dat was dan tax-free. Zeg maar, dan, dit is een wijnbar. Je had dus verschillende soorten barretjes. En dan had je nog een Tex-Mex restaurant. Dit is een voorbeeld van een restaurant waar je dus extra voor moest betalen. Hier hebben wij niet gegeten. Ook al had je een inclusief pasje, dan moest je hier toch extra voor betalen. Ik ben nu achter op het schip. En ook dit schip heeft een theater. Ik zit nu op de zevende verdieping. Dat is de zesde verdieping.
Oh, en daar zie je het casino, zeg maar. En die zit naast het theater. Ik denk niet dat ze dat per ongeluk hebben gedaan. Want elke dag was er wel een show, 's avonds. Er zit een hele cast op dat schip. En allerlei talenten hebben ze, zeg maar. Het is ook wel leuk als je dan af en toe dat theater binnenliep overdag. Dan zag je die mensen oefenen, zeg maar. Dus dat was wel grappig. Dus als je dan klaar was met je voorstelling, dan liep je daarna het casino in. En je kan je voorstellen dat er dan wel eens mensen bleven plakken in dat casino. Oh, I'm not going there, just here, is okay? Zelf ben ik niet naar een voorstelling gegaan, zeg maar. Ik ben wel een keer hier wezen kijken toen ze zo'n drill aan het doen waren. Een veiligheidsdrill die iedereen verplicht moet doen voordat je gaat varen met zo'n schip. Daar heb ik een andere video over gemaakt. Dit is de Club 33. Die zit bovenop het schip, eigenlijk achterop. Dek 16. En hier kwam ik ook wel regelmatig 's avonds, 's nachts. Hier was dan zeg maar de jeugd aan het dansen. En hier waren maar ook andere leeftijdsgroepen, zeg maar. Ik ben zelf, kom ik nog wel graag op dat soort dansfeestjes. En ook konden ze daar, zeg maar, dit soort dingen doen. Computerspellen en zeg maar. Er was van alles gaande op die boot voor de jeugd. Dit was denk ik de tweede dag op de boot. Het was niet altijd mooi weer, meestal wel. Maar het zwembad is hier dicht. En je ziet dat het behoorlijk wild eraan toe gaat. Het is heel raar dat ze hem dicht doen dan. Hè. Dit was dan in de lobby. Die pianist waar ik het eerder over had, die zat elke dag wel wat te spelen. En dan hier in La Piazzetta, zeg maar, daar was ook elke dag een duo piano aan het spelen. En zij was dan aan het zingen, zeg maar. Ik heb geprobeerd om wat op te nemen van hun, maar helaas was het geluid niet goed genoeg. Maar het was wel leuk. En hier, zoals je ziet, was het dus zeg maar een discoavondje. Ik heb dat geprobeerd te filmen, maar je kan je wel voorstellen hoe dat eruit ziet. En natuurlijk was er een animatieteam aanwezig die uit elk deel van de wereld kwam, zeg maar. Die deden er alles aan om iedereen het naar hun zin te maken. Hier zie je dus dan even de kinderdisco aan de gang. Dat is ook wel erg grappig. Ik dacht, ik moet dat even een stukje filmen. Hoe die kids staan te dansen met dat animatieteam. Het zag er gewoon erg leuk uit. En die gasten deden heel erg hun best om het iedereen naar hun zin te maken. En ze hadden dus een animatieteam, of hoe heet het, een kidsclub voor elke leeftijd. Eigenlijk ook al van 0 tot 3. Maar dat heb ik niet vastgelegd. En ze deden op zo'n cruiseschip, doen ze er alles aan om iedereen het ontzettend naar hun zin te maken. Ik kan je met recht zeggen dat iedereen van ons zich erg heeft vermaakt op deze cruise. Er was voor iedereen wat te doen. En ik zou zeggen, zet het gewoon op je bucketlist om een keer op een cruise te gaan. Je moet misschien een keertje wat langer sparen. Maar het is het echt meer dan waard. Zeg maar, het is hetzelfde als een all-inclusive vakantie in Spanje. Alleen dan kom je op meerdere plaatsen. En zoals je kan zien, ik heb me prima vermaakt. Ik heb hier nog maar wat foto's erachteraan geplakt. Dit was een dame van het animatieteam. Ik dacht, nou, dat ziet er leuk uit. Daar moet ik mee op de foto.
Dit was in het casino. Ze hadden een elektrische pokertafel waar we graag de hele week op wilden spelen. Alleen er was gewoon niet genoeg animo. Uiteindelijk is dat wel gelukt. We hebben een sit-and-go'tje gespeeld en daar ben ik tweede in geworden. Voor de rest waren we de hele week een beetje aan het rouletten. En natuurlijk begon deze vakantie met een heerlijke pizza. Ik hoop dat je het leuk vond om te kijken naar deze video. En tot de volgende!